Hallo, welkom bij weer een nieuwe tutorial. In dit filmpje ga ik je uitleggen wat een thema is en gaan we ook zelf een thema installeren op WordPress. Voordat ik dat ga doen, dat installeren, wil ik je eerst laten zien en vertellen wat een thema is. Als je nou kijkt naar deze site, dit is dus gewoon de Talint website, dan heeft hij een bepaald uiterlijk, een bepaalde manier waarop die is opgebouwd. En eigenlijk is elke website opgebouwd uit dezelfde hoofdonderdelen. Je hebt het bovenste gedeeltje, en dat noemen ze de header, de head, het woordje hoofd zit daarin. Dan heb je vaak even een knoppenbalkje, die hoort eigenlijk ook nog bij die header. Dan krijg je het hoofdonderdeel van de site, dat gedeelte waar de informatie staat. Dat noemen we dan de body, eigenlijk wel logisch, onder de head komt de body, onder het hoofd komt het lichaam. En onderaan de body staan dan nog de voeten, oftewel de footer. Dat is dit gedeelte. Maar hoe dat eruit ziet, het lettertype dat is gekozen, de indeling van het geheel, een beetje de sfeer daarvan, dat heeft te maken met thema's. Een thema in WordPress is als het ware een extra computerprogramma dat je in WordPress installeert. In een vorig filmpje heb ik al genoemd dat een plugin als het ware ook een klein programmaatje is wat je extra installeert. Nou, een thema is een grote plugin die je apart installeert. Het enige nadeel is dat alles wat je installeert op WordPress, of het nou een plugin is of een thema, het zijn eigenlijk losse computerprogramma's. Dus je moet alles wat je installeert, moet je weer leren kennen. Je moet gaan ontdekken hoe de knopjes werken enzovoorts. Het is onmogelijk voor mij om voor elk thema een filmpje te maken, voor elke plugin een filmpje te maken. Je moet gaan kijken, wat kan een plugin? Hoe kan een thema eruit zien? Je kiest iets wat je mooi vindt, wat past bij wat jij wilt. En dan ga je ontdekken, leren hoe je omgaat met zo'n thema en met zo'n plugin. Ik laat je even een heel aantal sites zien die ik heb gemaakt, waarbij ik verschillende thema's gebruik. Een aantal thema's, een aantal keren zal die site hetzelfde thema zijn als de Talint website, maar ook wel eens andere. We hebben hier de Geflipte Klas. Ook een site die ik heb gemaakt waar ik heel veel extra lessen op heb gezet. Bloknote, een community website voor schrijvers. En je ziet ook, die schrijvers zijn erg actief en zijn ermee bezig. Deze site ziet er weer totaal anders uit dan die andere. Dit is voor een goede vriend van mij die een leuk bedrijfje, hobby heeft, Cruising for Jesus. En daar heb ik ook een site voor gemaakt. Die ziet er weer heel anders uit. Weer een andere look and feel. Extra visie, weer voor een andere vriend gemaakt. En dat ziet er weer heel anders uit. Weer een ander bedrijfje. Weer een ander uiterlijk. Het is gewoon een hobby-site van iemand, maar het ziet er weer heel anders uit. Je ziet in het menu bijvoorbeeld dat daar kleine icoontjes bij zitten. Dat is een thema die je die mogelijkheid geeft. En verder ziet de site er ook weer anders uit. Wat hebben we hier nog meer? Een tuinbedrijf. Weer een ander uiterlijk, weer een andere manier van doen. Weer iets anders. Weer een andere stijl. Weer anders. Je herkent steeds weer de footer, de body en de header in dit alles. Heel vaak zie je ook in zo'n header zie je een, iets zoals dit dus. Een banner, een galerij. Hartstikke leuk. Gaan we ook nog wel mee bezig trouwens. Nog eens even een andere. Dit is een webshop. Een webshop heeft weer een heel andere functie, een heel ander uiterlijk. Een persoonlijke site van mij, jawel. Nog een persoonlijke site van mij met heel veel dingen erop, met weer een totaal andere functie. En dus ook een totaal ander uiterlijk. En dan heb ik deze ook nog. Weer heel wat anders, het is al een oudere site. Maar hij loopt nog steeds met weer andere informatie. Goed, ik ga even terug naar de Talint website. Want hoe kies je nou zo'n thema en wat voor thema's zijn er beschikbaar? Ik ben inmiddels al ingelogd als leerling 33 en mijn eigen naamfoto, dat is allemaal al gelukt. Ik ga maar eens even kijken naar het dashboard van mijn eigen site. Dus niet die van het Talint, maar van mijn eigen site. Nou, even kijken hoe die eruit ziet. Ja, er zit een thema overheen, maar ik vind die niet echt een mooi thema nog. Zoiets van, hier kan ik wat mee, dit moet toch anders kunnen. Daar ga ik wat aan doen vandaag. Ik ga weer naar het dashboard.
En dan ga ik naar weergave en bovenaan bij weergave zie je al staan thema's. Als je een eigen losse WordPress installatie zou hebben, dan zou je er thema's op kunnen zetten zoveel je maar wilt. Dan kun je ook zoeken op thema's, net zoals met plugins legde ik het ook al uit. Dan kun je er zelf je eigen inzetten, maar aangezien dit een multi-site is van WordPress, ben je beperkt tot de thema's die ik er voor je op heb gezet. En je ziet hier een aantal en je ziet ook dat het hele verschillende uiterlijken zijn. Ik ga er even langzaam doorheen, maar je kunt er zelf ook langzaam doorheen. Misschien is het aantal ook wel veranderd tegen de tijd dat jij dit ziet. En dan moet je één uitkiezen. Degene waarvan jij denkt van, god, die past bij de site zoals ik die wil maken. Als je mee wilt doen met deze hele lessenserie en alle lessen die nog gaan komen, dan vrees ik dat je niet zoveel keuze hebt. Dan moet je vanaf dit moment verplicht Vantage kiezen. Want Vantage ga ik uitwerken, Vantage ga ik uitleggen. Andere thema's werken weer op totaal andere manieren, want het zijn eigenlijk gewoon andere programma's. Met andere soort knoppen en soms zelfs andere namen. En het ziet er ook sowieso heel anders uit. Dus ik kies voor Vantage. Die wil ik nu erop zetten. Welke heb ik nu geïnstalleerd? Ah, dat kun je hier zien. 2016. Die staat ook bij actief. 2016. En die kan er ongeveer zo uitzien. Maar wij gaan voor Vantage. Activeren. Even geduld. En nou, hier staat van, als ik jou was, zou ik ook deze plugins erbij zetten. Ja, want dat werkt heel goed samen blijkbaar met het thema. Dus de kleine programmaatjes, plugins. Dat stellen ze voor dat je dit doet. Je kunt het hier doen. Je kunt ook zeggen, negeer het bericht en is het weg. Bedankt voor het kiezen van Vantage. Ja, reclame, weg. Nieuw thema geactiveerd. Site bekijken. Oh, dat is wel interessant. Kijk, je ziet nu hier actief Vantage. Die 2014 die ik had, die is ook verschoven. Of 20, welke, ja, hier, er staat geen actief meer bij. Ik heb nu Vantage. Ik wil de site wel even bekijken. Dus ik ga naar de voorkant en hoop, mijn site ziet er al heel anders uit. Ik heb al zo'n mooie banner erboven met, ja, een paar foto's, wat algemeen. Dit. Maar waar zijn mijn berichten? Waar is mijn informatie? Waar kan ik het allemaal vinden? Is het nou echt weg? Dat zou toch jammer zijn? Nou, er is niks weg. Maar het thema heeft alles wel veranderd. En wat doe je daar nou aan? Hoe kun je nou weer bij je spullen komen? Tja, dat is een heel ander verhaal. Laten we gewoon nog eens heel eventjes verder kijken naar het dashboard. En dan zie je nog steeds weergave. Customizer. En daar klik ik op. Daarmee wordt eigenlijk het programmaatje geopend wat bij dit thema hoort. Nou heeft dit thema een zogenaamde presentatiepagina. En dat vind ik een heel goed idee, een presentatiepagina. Dat betekent dat als de mensen op je website komen, dat ze eerst op een speciale pagina komen waarop ze heel goed kunnen zien hoe alle, waar jouw site over gaat en wat je ermee wilt en hoe dat allemaal werkt enzovoorts. Maar op dit moment is dat nog iets minder belangrijk. Dat doen we later. Maar ik ga eens even kijken naar, naar een paar dingetjes die hier staan. Thema-instellingen. Oh, daar zit van alles in. Home staat er ook bij. Oh, dan kun je dus die slider, je kunt ook de slider uitzetten. Dat ga ik eens even doen, want ik heb daar nog geen platen voor. Ja, dat ruimt al een beetje op. Ik ga weer één terug. Let op, zolang ik niet op deze knop klik hierboven, opslaan en publiceren, zal er ook niks worden opgeslagen van wat ik nu doe. Dus ik kan nu, ja, lekker knoeien wat ik wil eigenlijk. Hier staat van alles, dan kan ik maar beter afblijven. Terug. Blog, ja, hartstikke leuk, maar poeh, heel veel informatie. Laat ik het ook allemaal maar even lekker staan. Je kunt hier zelf nog wel eens even rustig doorheen kijken hoor. Geen probleem. En je kunt altijd weer dingen aanpassen of terugzetten of wat dan ook. Ah, een eigen logo in plaats van deze tekst. Ook handig, kan ik misschien ook nog een keer naar kijken. Bel me misschien, zie ik daar staan. Het staat hier ook. Nou, welkom op mijn site. Werkt dat? Ja, kijk eens aan. Welkom op mijn site. Oh, dat vind ik wel een leuke.
Hebben we nog meer? Layout. Oh, hier staat heel veel in. Echt de moeite waard om eens naar te kijken en eens lekker mee te experimenteren. Doe dat ook gerust. Ik sla hem even op. De enige dingen die ik heb veranderd zijn dit stukje tekst en ik heb die banner eerst even weggehaald. Kan ik er later altijd weer in zetten, maar nu nog niet. Dat is een ander filmpje. En nu sluit ik dit programmaatje even af. Wat hebben we nog meer? Homepagina. Ja. Wil ik dat? Een speciale homepagina. Nou, uiteindelijk wel, maar nu nog even niet. Want ik ben nu mijn berichten kwijt. En pas als ik dat goed voor elkaar heb, als ik bij dat filmpje zijn aangekomen, zet ik het wel weer aan. Ik wil de site nog een keer bekijken. Ah, kijk. En daar is mijn bericht in elk geval weer. Mijn eerste echte bericht. De meest recente berichten, dit is er weer. Maar je ziet wel dat mijn site er anders uitziet. Dit is nu mijn thema. Goed. Ik hoop dat je ook zo ver kunt komen als dit. En ik zou zeggen, ga ook even lekker experimenteren met andere instellingen. Maar onthoud wel wat je verandert, want je moet het ook terug kunnen zetten. En verwacht niet dat je leerkracht het allemaal altijd weet. Want tja, nou weet ik in dit geval hoe dit thema werkt. Want ik heb er al heel wat mee gedaan. Maar een ander thema is een compleet ander programma. Dus wees voorzichtig met je veranderingen en zorg ervoor dat je het altijd weer terug kunt zetten. Schrijf desnoods je veranderingen op. Oké. Heel veel succes met het wijzigen van je thema naar het Vantage thema. Doeg!